Hoi en welkom weer in een nieuwe video van Amateur Ruiter. Vandaag ga ik weer rijden, want Bart is eindelijk niet meer kreupel. Zijn manen zijn weer een beetje gaan doen wat ze zelf willen, dus daar moet ik nog even iets op verzinnen. Maar dat gaat helemaal goed komen en ze hebben weer helemaal last van de vliegen. Helaas, helaas. Maar ja, het is wel weer mooi weer. Ik ga gewoon nog even in de bak rijden. Ik wil hem niet meteen meenemen op buitenrit, aangezien het pas de derde keer is dat ik erop ga. Hij heeft nog steeds niet zijn conditie terug. Dat is heel duidelijk. Met 20 minuten, half uurtje lopen is hij echt, echt wel moe. Dus ja, jongen. Dus ik ga nu even rijden en daarna gaan we nog eventjes het water in. Dat deed hij eergisteren super braaf. Wat hij normaal best wel eng vond, dat deed hij eergisteren dus super braaf. Dus dat gaan we weer proberen. Dus ik neem jullie weer even mee vandaag. Normaal zou ik hem met dit weer ook nog extra goed rossen, vooral omdat hij aan het verharen is. Maar ik ga hem hierna nog even wassen, want het is zo lekker weer. Dus dan kan ik net zo goed daarna even fatsoenlijk alle haren eruit halen. Want hij blijft maar verharen, ik weet niet of je dat zag. Maar we halen dus gewoon even snel een borstel overheen. En nu dat gedaan is, gaat het zadel erop. Dit is een mix van azijn met water in de hoop dat de vliegen wegblijven. Go with the brothers, move, you know how we do. It's not for
dat was dus het rijden. Ik leg heel even de camera binnen. En dan ga ik nog even een rondje uitstappen door het bos. Want zoals je ziet is hij goed nat. Dus dat ga ik even doen. Ik zal, als ik in het bos ben, even met mijn telefoon wat filmen. Aangezien ik deze camera niet helemaal mee durf te nemen. Omdat ik ook het water in ga. Dus oef, ik heb een teugel tussen mijn arm. Dus ik leg even de camera binnen. En dan zie ik jullie in het bos. Zo, we zijn in het bos. En ik heb uiteindelijk echt maar, nou ik denk 20 minuten gereden. Of denk ik, ja, 20 minuten gereden. Maar dat vind ik op dit moment ook zat. Want zoals je zag, hij is echt heel erg bezweet. Het is best wel warm, dus dan ga ik hem niet meer aandoen. Er zit iets qua beestje in mijn neus. Uw naar, oh, teugels. Hij moet voor mij best wel voorwaarts lopen. Want hij heeft van zichzelf een beetje dat hij er achter wil blijven hangen. En dat hij echt denkt, oké, het zal allemaal wel. Dus dat zag je misschien ook. Dat ik hem best wel ver voorwaarts rijd. Nu ook met uitstappen en instappen, allebei belangrijk, voorwaarts blijven lopen, voorwaarts, voorwaarts, voorwaarts. Want ik wil niet dat als ik bijvoorbeeld zo meteen in een cross met hem loop, of gewoon in een dressuurproef alleen al, dat ik hem de hele tijd bij moet stampen. En op het moment dat ik dan dat extra pit nodig heb, dat het er niet uitkomt. Dus het moet voor hem gewoon een soort tweede natuur worden, nog steeds iets in mijn neus, tweede natuur worden om door te lopen. Dus dat, nu zijn we onderweg met water. En dan zie ik jullie daar. Ik zeg net trouwens dat ik hem naar voren moet stampen. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Ik bedoel dat ik hem gewoon moet blijven bijdrijven de hele tijd. Dus niet dat je denkt dat ik erop zit zo van, hij moet voorwaarts. Nee. Ik ben trouwens echt positief verrast. Ik had dus een knotje in toen ik op stal kwam, dus dit knotje. En het zit er gewoon nog steeds in. Ik heb gewoon gereden en gedaan. En normaal is bij mij echt zakt het meteen uit. Maar ik heb gewoon een stevig knotje voor een keer. Boeia. Oké, ik ben zo goed als bij het water. En ik zie nu dat er mensen bij liggen. Dat is naar. Ik wilde dat daar ergens in. Maar nu ga ik gewoon doorstappen of ga ik om die mensen heen? Ik weet het niet, want ik wil niet asociaal zijn. Maar wat ik normaal dan doe, is ik zet hem ervoor. Ik zet ook twee pasjes naar voren. Twee pasjes naar voren kijken. Twee pasjes naar voren kijken. Twee pasjes naar voren kijken. En zo zorg ik dat hij stopt op mijn teken en dat hij niet zelf stopt. Oh my god, die mensen zijn wel heel klef bezig. Oké, ik rijd door. Ik spreek jullie zo. Oké, ik kon niks meer vinden. Dus ik sta nu echt midden in de bomen en in het bos. Wacht even, 2 seconden, wacht. Ik sta hier echt midden in het bos. Ik weet namelijk dat, kijk, daar loopt het ruiterpad. Maar oké, Bart weet ook al dat hij daar naartoe moet. Maar het ding is een beetje dat ik dacht, oh, dat kom ik wel, daar kom ik wel makkelijk. Oh mijn god, ik zie nu dat het best wel snel naar beneden loopt. Dus ik ga zo meteen even 2 handen in de teugels pakken. Maar ik kon niks meer vinden om het water in te gaan. Dus dat hebben we helaas niet gedaan. Maar ik weet niet of je het daar ziet, maar het gaat daar best wel stel, au, omlaag. Dus ik heb hem met 2 handen en dan zien we wel hoe hij het doet. Oké, dit viel echt heel erg mee. Kijk, ik moest daar omlaag. Daar zo, het valt echt wel mee. Dus hij deed het super braaf. Nu heb ik waarschijnlijk over het teken zitten allebei, maar... hè, nou ja. Volgende keer dan maar weer water. Op weg nu naar stal, allemaal beesten. We gaan nu terug naar stal. En een man kijkt me heel raar aan, maar ik begin steeds minder fucks te krijgen over wat mensen van me denken, terwijl ik aan het filmen ben. Dus ik zie jullie op stal. Zo, we zijn weer terug op stal. Hij heeft het heel braaf gedaan. Hij vond toch die mensen die lagen bij het watertje best wel spannend. Maar verder keek hij er niet echt naar. Ja, oké, dat moet ik niet zeggen. Hij begon wel een beetje te hufsen en een beetje aan te stellen. Maar dat kon ik wel hebben. Ik ga hem nu even lekker wassen. Want nu is het lekker weer, dus dan kan dat. Dus kijk, het is namelijk heel erg aan het verharen. En al dat zweet gaat nu in die lange haren zitten. Dus dat wil ik hem liever niet aandoen. Dus dat ga ik nu even doen. En hij heeft best lekker als een hanglip. Oké, wassen. Dat ging ik doen. Thank you.
Oké, dit is dus echt een was lifehack om een wasborstel te gebruiken. Wat je daarmee namelijk doet is nog meer de haren losmaken en je hebt minder shampoo nodig, want dit ding schuimt ook nog eens op ook. En nu afspoelen aan deze kant. Ik heb daarvoor een krukje nodig, want ik ben vergeleken met Bart echt klein en anders loopt het allemaal mijn mouwen in. Ik weet niet tot hoever de camera het op heeft genomen. Maar datzelfde ga ik nu doen aan de andere kant. Gewoon wassen, uitspoelen. En daarna spoel ik ook deze kant nog een keer na. Want als je aan de andere kant uitspoelt, komt er altijd nog shampoo weer de andere kant op. En dat is om te voorkomen dat hij gaat jeuken. En hij is nu weer schoon. Hij was echt heel vies. Dus ik ga het precies hetzelfde nog een keer doen. Bart is volledig gewassen. Hij heeft even een deken op zijn kont liggen om te zorgen dat hij iets sneller opdroogt. Want ook al is het lekker weer, het is en blijft nog steeds fris voor de paden met deze temperaturen. Als ze nat zijn dan in ieder geval. Wat ik heb gedaan is even alles qua manen en staart nog ingespoten met klittenspray. Dus ik had aan het begin van de vlog verteld dat die plukjes nog wat over gingen hangen. Dus die ga ik even weer vastvlechten. Nu zijn ze mooi schoon. En daarna ga ik voeren en... dan ben ik alweer klaar hier op stal. Ik zal nog even laten zien hoe de vlechtjes er zo meteen uitzien. En daarna ga ik de video afsluiten. Zo, vlechtjes zitten er weer in. Hallo meneer. Dit laatste stuk heb ik niet gedaan omdat dat toch mooi blijft hangen. En dan heeft, nou hoef ik minder te vlechten. En er zitten verder allemaal vlechtjes in. Zoiets zien eruit. Ik heb de deken eraf gehaald, want zijn schouder is toch echt alweer een stuk droger dan de rest. Dus kan hij nu lekker opdrogen, dus krijg je nu lekker brokjes. En dan ga ik weer naar huis. Dus ik sluit bij deze vlog af. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!